Laten we met je gaan praten over de politieke kwesties. En gewoon eigenlijk over de islam. Nee, nou kennen we de islam als een godsdienst of een ideologie die verschillende delen van de wereld voor allerlei ellende zorgt. Laten we het daar nou eens niet over hebben, maar het gewoon eens richten op het Westen. En in ieder geval bijvoorbeeld op Nederland, waar we nu zijn. In hoeverre is de islam voor de Nederlandse democratie nu wezenlijk volgens jou een gevaar? De islam heeft drie dimensies. Godsdienstige, waar je luidt je richten op het bidden en vasten en allerlei andere spirituele dingen. Dat gedeelte vind ik niet gevaarlijk, nog voor Nederland, nog voor andere landen. Maar de politieke dimensie, de sociale dimensie, sociaal is dus de verhouding tussen man en vrouw en hoe kinderen worden opgevoed, dat gedeelte. Dat is gevaarlijk voor Nederland in de zin dat op de korte termijn bevolkingsgroepen, mensen die op Geert Wilders stemmen bijvoorbeeld, en geradicaliseerde jonge jihadisten of mensen die sympathie hebben voor de jihad, tegenover elkaar komen te staan en tegenover elkaar komen te staan buiten het zeg maar politieke stelsel of het stelsel. Op straat gewoon? Op straat. En wat wij in Afrika zijn gewend, mensen gaan met elkaar te lijf. Dat is niet ondenkbaar in Nederland in 2010. Toen ik naar Nederland kwam in 1992, was dat ondenkbaar. Ik geloof dat het ook in 1995, het jaar 2000, nog allemaal ondenkbaar was. Dat is nu niet meer ondenkbaar. Maar ligt dat aan de islam of ligt dat aan de politieke radicalisering van de andere groepering? Het ligt aan zowel de Nederlandse samenleving als degene die zich identificeren met de islam, of ze nou bekeerd zijn tot de islam of thuis hebben gevonden, weet ik niet. Maar in elk geval ligt het aan beide. En waarom ligt het aan beide? Slechte ideeën en gevaarlijke ideologieën hebben altijd bestaan. De islam is niet de eerste. Maar wat wij in Europa wel hebben geleerd van de oude slechte ideologieën is om die te bestrijden door mensen te onderwijzen, te vertellen waarom als je die ideeën, als je de sharia invoert, hoe ziet dat dan eruit? Mm-hmm. Dat wordt er niet over gepraat. Daar is een taboe over. Als je daarover praat, dan word je een islamofoob genoemd. Dus met als gevolg dat de jihadisten, en dat is een internationale beweging, dat is geen Nederlandse beweging, die hebben een monopolie op de hoofden en geesten van de meeste migranten uit islamitische landen. Ook als die mensen niet kunnen lezen en schrijven. Ik ben heel veel moslims tegengekomen die de Koran niet hebben gelezen, de hadith niet hebben gelezen. Die herhalen maar wat ze verteld zijn. En er gaat geen concurrentie, er is geen tegendalen, geen tegenpropaganda, geen tegenonderwijs. Maar is het nou niet zo dat de meeste mensen in Nederland, laten we zeggen een miljoen moslims ongeveer, of misschien zijn het er 800.000, dat het niet gewoon, ja, weet ik veel, misschien keurige, nette mensen zijn waar niet zoveel mis mee is en die zich verder helemaal niet politiek manifesteren of wat dan ook? Die aanname was in de jaren 70 accuraat. Het is in de jaren 80 minder accuraat geworden. Het wordt steeds minder, ik zou zeggen, als samenleving zou je je niet zo passief moeten opstellen. We zien nu dat het mogelijk is om. Kijk naar het verhaal van Iran. Een prima geseculariseerde samenleving. Was geen democratie, maar wel seculier. En er komt een man in jurken en met een tulband en die begint van alles en nog wat te beloven. Ja, maar je verwacht toch niet dat dat hier ook gebeurt? Verwacht je dat dat hier ook gebeurt? Die vraag zou gerechtvaardigd zijn in de jaren 70, de jaren 80. Maar nu dat we zien, kinderen die hier geboren zijn, opgegroeid zijn, hier naar school gaan, zich helemaal volledig aan de jihad wijden, en dat we met z'n allen dat al jaren belachelijk vinden, dan zou ik zeggen, ook al is het groep klein, het is nu nog relatief klein, dan gaat bij mij iets op om te zeggen, terwijl die groep nog klein is, moet ik ervoor zorgen dat andere mensen daar niet in meegaan. En dat die passieve houding van, het is, islam is slechts maar een godsdienst en het is gekaapt door een aantal gekke mensen en idioten. Ja. Wat is dan de aantrekkingskracht? Want dat is voor mij zo ongelooflijk onbegrijpelijk. Waarom zou het leuker zijn om islamiet te worden als je in een westers rijk land leeft? Waarom is een tulpenmanie geweest? Waarom hebben heel veel mensen huizen gekocht die ze niet zich konden veroorloven? En hebben we nu een financiële crisis? De mensheid is soms, heel soms, aangetrokken tot gekke ideeën. En het idee dat de islam biedt is heel simpel. Als je deze regels volgt,
dan komt er een beloning in de hiernamaals. En een heleboel jonge mensen die een soort moreel richtkader zoeken en die het nergens anders vinden, die komen, die gekke imams die we net zagen hier, tegen en die zeggen ja, bidden 5 keer per dag, dit doen, dat doen, je onthouden daarvan. En vervolgens na die indoctrinatie komt wat wij nu radicalisering noemen. Mm. Namelijk van het geloven overgaan tot geweld. Laten we eens kijken. Je bent een tijd geleden, toen je nog in Nederland was, ben je op verzoek van Nova op een zwarte school met een camera gaan rondlopen. En heb je met kinderen gesproken. En dan kom ik straks op de vraag, zijn dit dan de mensen die we straks jihadisten moeten noemen? Even kijken. Mijn hele familie is moslim. Maar heel alleen, ik ben de enige die het niet is. Ariana, ben je in één keer veranderd? Ik geloof nergens meer in. Nergens, hoe komt dat? Omdat het er niet is. Ja, maar die andere tijden die nu wel daarin geloven. Waar is nu Allah? Waar geloof je in? Ik geloof in Allah. Maar waar is hij? Omdat als je in de paradijs staat, als je een goed mens bent geweest, dan zie je Allah eerder niet. Oké, is Allah een man of een vrouw? Ja, dat weet ik niet. Dat is geen man. Dat is geen man of vrouw. Zijn dit ze nu, de nieuwe jihadisten? Nog niet. Maar als wij ze zo laten afsluiten, hun ouders segregeren hen, stoppen ze bij elkaar. Dit is nog gematigd, maar dat jongetje, dat zie je al, dat hij het allemaal helemaal weet. Zijn hoofd en zijn geest wordt langzaam afgesloten. Dan denk ik, ja, het is wel een makkelijke prooi voor de jihadisten. Het is ook een makkelijke prooi omdat die kinderen bij elkaar zijn. Nou, stel je voor dat deze kinderen maar heel geestig en nieuwsgierig en vol energie, dat ze in verschillende scholen in Nederland zouden zitten. En dat ze nog het kritisch denken zouden leren en Nederlandse waardestelsel. Want ze zijn Nederlanders. Het zijn geen Marokkanen of Turken. Het zijn Nederlanders. Jij vindt dat die islamitische scholen verboden moeten worden? Helemaal dicht, ja. Dat is zoals de heer Balkenende in 2002 zei, een gevangenis van achterstand en een gevangenis van jihadisme en radicalisering. En een makkelijke prooi. Als ik een jihadist was, dan ga ik natuurlijk naar die internaten, islamitische internaat, islamitische scholen en islamitische buurt. Ik hoef die mensen helemaal niet bij elkaar te zoeken. Ze zitten bij elkaar. Goed, stel dat dat gebeurt, want er is natuurlijk veel over gediscussieerd. Het gaat altijd over artikel 23 van de grondwet, vrijheid van onderwijs. Dus, en zolang daar ook die christelijke scholen onder vallen, gebeurt het natuurlijk niet. Maar laat me even aannemen dat het toch om een reden dan ook gebeurt. Wat dan? Dan gaan die kinderen allemaal zitten naast katholieken en protestanten en wit en zwart. Alles zit door elkaar in de klas. Ja. Zou dat een oplossing zijn? Ik vind dat het een begin van een oplossing is. Toen ik naar Nederland kwam, ik ben naar een hogeschool in Driebergen en later de Universiteit van Leiden. En daar heb ik ontdekt dat ik een antisemiet was. Dat ik aan vooroordelen tegen Joden leidde die ik niet had. En hoe kwam ik daarachter? Ik kreeg de hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, van het nazisme. Dat het iets is wat je aanleert dat die mensen beesten zijn en alle kwaad in de wereld veroorzaken. En een heleboel van die teksten, voor zeker met geschiedenis, verschillende vakken in een politicologie, daar leerde je hoe ideeën ontstaan, hoe mensen die ideeën tot zich nemen, onder welke omstandigheden en waarom ze daarna handelen. Dat wordt alleen niet op de nieuwe nieuwkomers, de migranten, toegepast. Het is nog altijd de witte man dat van het racisme genezen, moet genezen. En de andere, dat is nog niet aangepakt. En wat ik vind aan de politieke kant van de islam is, het is een ideeënstelsel van vooroordelen. Je moet afstand nemen van de ongelovigen. Je moet onverdraagzaam zijn tegen vrouwen, tegen religieuze minderheden. Homo's moeten vermoord worden. Dat gebeurt hier toch bijna niet? Ik bedoel, er is toch ook, als je in de samenleving kijkt, natuurlijk worden vrouwen onderdrukt, ook in Nederland. Maar tegelijkertijd, er worden hier geen homo's van het dak afgegooid. Het wordt misschien door een idiote imam geroepen, maar het gebeurt toch allemaal niet? Maar dat is precies de discussie die wij net hadden met de politie en de protocollen en die regeltjes. Je gaat je in een werkelijkheid
brengen waarvan je denkt, we gaan alleen dingen doen als het gebeurd is. Dus als de homo's van de daken worden gegooid, dan pas gaan we het serieus nemen. We weten in Nederland dat meisjes worden vermoord, vrouwen uit Nederland worden meegenomen, in het huwelijk gedwongen, gedumpt in het land van herkomst. We weten dat mensen hier worden bekeerd in moskeeën en scholen tot de jihad. We hebben het hele Hofstadgroep gehad. Nou, waarom ze Hofstadgroep heet, weet ik veel. Maar in elk geval die jihadisten, die jonge mensen die hier opgegroeid zijn. Theo van Gogh is vermoord. De hele samenleving staat op zijn kop. En wil en ziet dat en wil daar iets aan gedaan hebben. En wij met z'n allen zeggen, laten we wachten totdat de homo's van de daken afgegooid worden. Dit zijn hele hoge daken, hoor. Ja, we zijn niet toegekomen aan het gesprek over Job Cohen.